Na jarenlange ruzie, sluit Martien zijn verbannen zus Nelleke weer in de armen. Hoe dol Martien Meiland ook is op zijn gezin en familie, met zijn zus Nelleke heeft hij al jaren geen contact meer. Aan Story vertelt Nelleke wat ze van Martien vindt. Het is presentator Jeroen van der Boom in zijn SBS6-programma Hoge Bomen gelukt een andere kant van Martien Meiland te laten zien. In plaats van met zijn typische stemgeluid en maniertjes, sprak de tot een ware tv-ster uitgegroeide kasteeleigenaar op kalme toon over de mindere momenten in zijn leven. Ik heb geen goede herinneringen aan mijn jeugd, vertelde Martien met een snik in zijn stem. Mijn moeder is maar 45 geworden, ik was 19 toen ze overleed. Dat was vreselijk, ik had een jong broertje en zusje, ik was kapper, maar heb mijn werk toen opgezegd en mijn moeder begeleid van haar ziekbed naar de dood. Omdat Martien al op jonge leeftijd de verantwoordelijkheid over zijn broer Jaap en zus Nelleke kreeg, vormden zij vanaf dat moment een hechte drie-eenheid. Tot Martien en zijn zus enkele jaren geleden ruzie kregen, na gedoe over hun concurrerende lifestylewinkels in Noordwijk. Hun contact werd verbroken, opvallend genoeg stelde Jeroen van der Boom geen enkele vraag aan Martien over de ruzie met zijn zus. Ook niet toen broer Jaap tijdelijk aanschoof en de familiegeschiedenis uitgebreid werd besproken. Story spoorde de gepasseerde Nelleke op, mijn naam werd alleen genoemd bij het tonen van de jeugdfoto's, vertelt Nelleke in haar lifestylewinkel, The Good Life in Noordwijk. Maar ondanks dat Martien haar verbande uit zijn leven, wil ze geen kwaad woord over hem horen of zeggen. Ik vond het een enige uitzending, Martien deed het geweldig. Ik was erg van hem onder de indruk.